Goedemiddag allemaal. Welkom bij Broodje Filosofie van Studium Generale. Vandaag gaat het over aardse mystiek. Bestaat er zoiets als aardse mystiek? Onze spreker van vandaag, Arnold Siegelaar, probeert daar een antwoord op te geven. Graag een hartelijk applaus voor Arnold. Nou, dat kan ik kort zijn. De antwoord op die vraag is ja. Ben ik klaar, ja. Ik zal proberen om in deze korte voordracht u enigszins duidelijk te maken wat ik met het concept van aardse mystiek bedoel. Het is natuurlijk zo dat ik een heleboel stellingen moet poneren waarvoor ik geen, in deze korte voordracht althans, geen afdoende argumentatie kan ontwikkelen. Dus u zult waarschijnlijk met een heleboel stellingen die ik beweer niet direct eens zijn of zelfs helemaal niet eens zijn. Dat geeft op zich helemaal niet. Maar die argumentatie die zullen we dan tot een andere keer moeten bewaren. Maar in ieder geval, ik probeer in ieder geval duidelijk te maken wat ik er ongeveer mee bedoel met het concept van aardse mystiek. En ik zal ook proberen om dat vanuit de natuurwetenschap enigszins te beredeneren. En dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat we zitten hier in de Technische Universiteit. En ja, u bent natuurlijk over het algemeen, denk ik, vrij natuurwetenschappelijk georiënteerd. En de tweede reden daarvoor is dat ik zelf ook vanuit de natuurwetenschap opgegroeid ben, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben mijn schoolcarrière en ook mijn universitaire carrière ben ik begonnen met natuurwetenschap, met natuurkunde en wiskunde. En ja, je zou kunnen zeggen, de aardse mystiek is als het ware daaruit gegroeid. Uit intellectueel, existentieel, biografisch is aardse mystiek als het ware uit de bodem van de natuurwetenschap gegroeid. Want ja, op de middelbare school kwam met grote kracht de gedachte omhoog dat alleen de natuurwetenschap de weg naar de waarheid is. Dat alleen de natuurwetenschap betrouwbare kennis levert. En dat bijvoorbeeld zoiets als het christendom, waar ik tot dan toe ook in opgegroeid was, had afgedaan. Dus ja, mijn natuurwetenschappelijke instelling werd toen heel radicaal, zou je kunnen zeggen. Theorieën, methoden van de natuurwetenschap zijn helder, logisch, consistent. Natuurwetenschap stelt vragen aan de natuur die de natuur ondubbelzinnig met ja of nee kan beantwoorden. Kortom, het is de koninklijke weg. Maar toch ontdekte ik later dat de wetenschap, de natuurwetenschap, niet alle voor mij belangrijke vragen kon beantwoorden. En ik zal een paar van die vragen noemen. Nou, ten eerste zegt, wat mij betreft, het zijn natuurlijk mijn stellingen, wat mij betreft zegt de natuurwetenschap niets over de zin van het of van mijn leven. En ze verklaart weliswaar hoe ik als biologisch organisme ben ontstaan en hoe ik functioneer, maar het zegt niets over mijn uiteindelijke bestemming. Het zegt ook niets over allerlei existentiële zaken, zoals eenzaamheid, liefde, verlies, dood, enzovoort. En er zijn ook een aantal filosofische vragen die de natuurwetenschap wat mij betreft niet beantwoordt. Bijvoorbeeld, wat is bewustzijn? Hoe ontstaat bewustzijn? Waarom is er iets en niet veel in niets? Om de beroemde vraag van Leibniz te formuleren. En dus enerzijds sprak de natuurwetenschap mij heel erg aan vanwege haar waarheidsliefde en haar verklaringskracht, maar anderzijds dwongen haar beperkingen mij toch een ander pad, en dat was dus het filosofische pad. Dus op een gegeven moment studeerde ik al een tijd natuurkunde, toen ben ik dus overgestapt naar de filosofie. En toen kwam ik dus in de filosofie terecht en toen ontdekte ik daar dat ook de filosofie geen directe antwoorden geeft op prangende levensvragen die mij bezighielden. Het enige wat ik wel ontdekte, dat is dat de filosofie mij als het ware leerde leven met die vragen. Dus ik kon als het ware beter met die vragen omgaan. En ik kwam er ook achter dat er geen simpele antwoorden zijn op levensvragen. De werkelijkheid is dieper, de werkelijkheid en het leven zijn dieper, omvatbaarder, complexer dan wij kunnen bevroeden, denken of begrijpen. Maar ja goed, in de filosofie waren die vragen, die fundamentele vragen, wel thuis. En ze konden daar als het ware fundamenteel, zonder reserves en zonder beperking worden besproken. En
ja, tijdens de studie ontdekte ik ook, ja, dat er een soort mysterie is. En dat brengt mij op de weg van de aardse mystiek. Hè? Mysterie van het bestaan, mysterie van het zijn of mysterie van het leven. En ja, die aardse mystiek die is daar als het ware uitgegroeid. En ja, aardse mystiek heeft natuurlijk een beetje een paradoxale klank aan de ene zijde, omdat mystiek meestal wordt geassocieerd met het hogere. En het heeft ook een beetje een religieuze klank. Het is eigenlijk geen van beide. Het is niet godsdienstig. Hè? Maar aardse mystiek is wat mij betreft niet godsdienstig. En het is ook niet seculier. Dus ik probeer me als het ware te onttrekken aan de tegenstelling tussen religieus of areligieus of godsdienstig of seculier. En ja, ik zou dus willen zeggen, het is een vorm van mystiek die vanuit de filosofie ontwikkeld kan worden. Waarbij de wetenschap volledig, natuurwetenschap en überhaupt de wetenschap, volledig wordt aanvaard als ontdekker van waarheid. Maar de pretentie van alomvattendheid van die waarheid, die wordt als het ware losgelaten of die wordt verworpen. Daar zijn natuurlijk ook weer specifieke argumentaties voor nodig. Er zijn dus met andere woorden aspecten van de werkelijkheid die niet begrijpelijk zijn of kunnen worden voor de natuurwetenschap. Met andere woorden, zowel in de wetenschap als in de filosofie zijn er geen ultieme antwoorden op of verklaringen voor dat bestaansmysterie. En de wereld is in die zin dus een soort afgrondelijkheid. Maar dat kan leiden tot een besef van een wakkere ervaring van de dingen. Hè. Dat kan leiden tot een wakkere ervaring van de dingen. En die zou je een soort van mystieke ervaring kunnen noemen. Nou, de eerste keer dat ik zo'n soort gedachte had, dat was eigenlijk voordat ik überhaupt studeerde. Dat was toen ik in mijn kinderjaren het boek Kuifje en het geheim van de eenhoorn las. U kent het misschien wel? Nee? U kent Kuifje niet? Nee, dat is een andere generatie. Nou ja, goed. In ieder geval wordt daar op een gegeven moment wordt daar iemand neergeschoten. Vanuit een rijdende auto wordt iemand neergeschoten. En hij zijgt ineen. En vlak voordat hij het bewustzijn verliest, wijst die Kuifje en kapitein Haddock op een aantal vogels die daar op de trottoir rondhippen. Hè? Een paar mussen die hier op de trottoir rondhippen. En Kuifje en kapitein Haddock die begrijpen niet waarom die op die mussen wijst. En toen ik dat las, dacht ik van ja, ik begrijp het wel. Want ja, hij is natuurlijk, die man is in een existentieel nijpende situatie. Hij is net neergeschoten, dus hij wil als het ware zijn omstanders nog iets meegeven. En hij wijst op de vogels en zegt van ja, die vogels, kijk naar die vogels. Ze zijn heel mooi en heel bijzonder en mysterieus dat ze bestaan enzovoort. Dus toen dacht ik dat dat zijn bedoeling was. En toen bleek het helemaal niet zo te zijn. Later in het verhaal blijkt dat een van de daders in het complot Vogel heette. Dus het heeft niks te maken met wat ik dacht dat het mee te maken had. Maar goed, het was in ieder geval wel een eerste soort besef van, ja, dat de wonderlijkheid van de wereld was het ware. Vanuit de filosofie. Hoe kunnen we vanuit de filosofie dat mystieke of die aardse mystiek benaderen? Nou, ik zou zeggen, we moeten eerst nadenken over de vraag, wat verstaan we onder het woord natuur? En in de natuurkunde wordt de natuur, zoals u natuurlijk weet, vooral kwantitatief benaderd. En je kan zeggen, ja, de natuur is inderdaad kwantitatief in veel opzichten, maar zij is niet uitsluitend kwantitatief. En als we over het begrip natuur nadenken, afgezien van haar kwantitatieve aspect, dan brengt dat ons in de nabijheid van het bestaansmysterie. En dat kan ik toelichten aan de hand van een begrip wat ik zal toelichten, het begrip van de oorspronkelijke dimensie. En dat brengt mij ten eerste bij een citaat uit een boek van de eerste jaar van mijn natuurkundestudie. En daar gaat het over de vraag, wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Nou, daar staat in het begin van het boek staat dan het volgende citaat. Mechanics is the study of the motion of things in space and time. We therefore first want to be a little clearer about what we mean by space and time in physics. This is rather difficult. Perhaps all we can say by way of a definition is that each is something that is physically measurable according to a well-defined set of rules, that we can find relations between space and time in defined experimental circumstances which enable us to predict the results of experiments and to understand them. Met andere woorden,
ruimte en tijd, wat natuurlijk de twee heel fundamentele aspecten van de natuur zijn, die worden behandeld of benaderd als samenhang van meetbare kwantitatieve grootheden en als geheel van entiteiten die die grootheden belichamen. Met andere woorden, ruimte en tijd worden gedefinieerd op grond van hun meetbaarheid. En in die zin zijn ze dus inderdaad kwantitatief. En we hebben natuurlijk verschillende vormen van kwantiteiten. We hebben bijvoorbeeld afstand, we hebben bijvoorbeeld aantal of hoeveelheid, we hebben duur en we hebben ook intensiteit. Grootheden kunnen ook een bepaalde intensiteit hebben. En we hebben ook combinaties daarvan, bijvoorbeeld beweging of snelheid, dat is afstand gedeelde duur. We hebben verandering, intensiteit gedeelde verandering in intensiteit gedeelde duur. En als je nou kijkt naar die kwantitatieve grootheden, dan zie je dat die grootheden als het ware betrekking hebben op fundamentele dimensies van de natuur. En ik had hier ook nog een formuletje. Ja, deze formule kent u misschien wel. Pendulum. Very good. Dit is de formule voor de periode van een slinger. Hoe lang één slingering duurt. Nou, de T staat natuurlijk voor de slingertijd. En de G staat voor de versnelling van de zwaartekracht. En L staat voor de lengte van de slinger. En u ziet hier dus in deze formule wordt het verband aangebracht tussen twee aspecten van de werkelijkheid. Namelijk enerzijds tussen duur en anderzijds tussen ruimtelijkheid of afstand. Dus we zien dus, dit is een natuurkundige wet. Een natuurkundige wet die legt het verband tussen tijd en ruimte in dit geval. Oké, en tijd en ruimte, die definieer ik dus als oorspronkelijke dimensies. En wat bedoel ik daarmee, met oorspronkelijke dimensies? Nou, daar bedoel ik drie dingen mee. Of een oorspronkelijke dimensie heeft eigenlijk drie eigenschappen. Nou, zij is oorspronkelijk. En wat betekent dat nou? Een dimensie is oorspronkelijk als die niet op een evidente manier uit iets anders is af te leiden. Dus of uit iets anders te begrijpen is. Ik zal straks voorbeelden geven. Dat is het eerste aspect. Het tweede aspect is, een oorspronkelijke dimensie vormt een bepaalde speelruimte. Dat wil zeggen, er kunnen zich binnen die dimensie verschillende manifestaties voordoen. En het derde aspect is, een oorspronkelijke dimensie is constitutief. Wat bedoel ik daarmee? Voor de ervaringswereld. Dat betekent dat zonder die dimensie de werkelijkheid of onze ervaringswerkelijkheid totaal anders zou zijn dan zij is. En ik zal deze definitie toepassen op ruimte ten eerste. Nou, de ruimte is oorspronkelijk. Waarom? Omdat zij niet op een evidente manier uit iets anders kan worden afgeleid. We kunnen haar niet bijvoorbeeld evident uit tijd, bewustzijn, God of het absolute niets afleiden. Zij is dus in die zin oorspronkelijk. Zij is ook een speelruimte, omdat binnen die ruimte er zich allerlei manifestaties kunnen voordoen. Deelruimten, vormen, afstanden, bewegingen enzovoort. Die kunnen zich allemaal in de ruimte afspelen. En zij is ook, de ruimte is ook constitutief. Wat bedoel ik daarmee? Zij is constitutief voor de ervaringswereld, want zonder die ruimte zou de ervaringswereld echt radicaal anders zijn dan zij nu is. Want probeert u zich maar eens een wereld voor te stellen zonder ruimte. Dat valt niet mee. Nou, iets dergelijks geldt ook voor tijd. Tijd is ook oorspronkelijk. Dat wil zeggen, zij is niet evident uit iets anders af te leiden. Ook de tijd is een speelruimte. Dat wil zeggen, er kunnen zich verschillende manifestaties voordoen in die tijd. Dat wil zeggen, verschillende deeltijden, verschillende vormen van ontstaan, bestaan en vergaan. De dingen hebben duur enzovoort. En de tijd is ook ten derde constitutief. Dat wil zeggen, een wereld zonder tijd, een ervaringswereld zonder tijd, zou radicaal anders zijn dan de wereld zoals wij die kennen. Nou, nog een derde voorbeeld van een oorspronkelijke dimensie is bewustzijn. Dat is wat controversiëler, want ten eerste zou je dus moeten zeggen dat bewustzijn inderdaad oorspronkelijk is. Dat wil zeggen dat zij niet evident uit iets anders af te leiden is. Nou ja, goed, in de huidige wereldbeeld is er een beetje een fysicalistische common sense. Dat wil zeggen de gedachte dat bewustzijn inderdaad uit fysische processen te begrijpen of af te leiden zou zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Maar goed, die argumentatie kan ik zoals gezegd hier niet geven. Maar er is in ieder geval in de filosofie een heel grote lichaam aan antifysicalistische argumentatie. Dus ik zou de stelling willen verdedigen dat bewustzijn wel oorspronkelijk is, dat wil zeggen niet evident
uit iets anders af te leiden is. Nou, zij is ook een speelruimte, dat wil zeggen, binnen haar kunnen heel veel verschillende manifestaties zich voordoen. Nou ja, dat is bij bewustzijn heel duidelijk. Hè? We hebben gedachten, we hebben kleuren, we hebben klanken, we hebben geuren, we hebben gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen enzovoort. En natuurlijk is het zo dat het bewustzijn constitutief is. Daarmee bedoel ik te zeggen dat het bewustzijn, of dat de ervaringswereld radicaal anders zou zijn als er geen bewustzijn zou zijn. Nou ja, sterker nog, als er geen bewustzijn zou zijn, dan zou de ervaringswereld überhaupt niet bestaan. Dus dat is radicaal anders. Ik bedoel wel ervaringswereld. Daarmee wil ik dus niet zeggen dat de werkelijkheid zelf uit het bewustzijn voortkomt, maar wel dat onze ervaringswereld afhankelijk is van bewustzijn. Oké. Dus, we kunnen aan de hand van deze voorbeelden zien we dus dat ruimte-tijd, bewustzijn in ieder geval oorspronkelijke dimensies zijn, of althans dat is te verdedigen. En als je het over ruimte en tijd hebt, dan zijn dat dus oorspronkelijke dimensies die ook kwantificering toestaan. Hè, die dus als het ware, waar als het ware de maat van genomen kan worden. Maar die kwantificering die put niet haar wezen uit, zou je kunnen zeggen. Hè, dus de ruimte is als het ware niet te reduceren tot de maat waar die ervan genomen wordt. Hè. De ruimte is meer dan het loutere getal van de afstand tussen twee punten in die ruimte. Waarom is dat zo? Nou, omdat, dat zie je al bijvoorbeeld als je het verschil hebt tussen ruimte en tijd. 10 meter is heel wat anders dan 10 seconden. Dus het gaat blijkbaar niet alleen om het getal, maar het gaat ook om de eenheid die achter dat getal staat. In het ene geval is het seconde, in het andere geval meter. En dat heeft dus betrekking in het ene geval op de ruimte, in het andere geval op de tijd. Dus die dimensies van ruimte en tijd zijn dus in die zin onderscheiden, omdat ze niet uit elkaar te begrijpen zijn. Het zijn allebei kwantificeerbare dimensies, maar verschillen dus ook in fundamentele kenmerken. Nou goed, ik hoef natuurlijk niet te wijzen op het verschil tussen ruimte en tijd, want ja, het is duidelijk dat de ruimte in ieder geval voor onze ervaring driedimensionaal is. Dat in de ruimte alles tegelijk aanwezig is, in het naast elkaar, en dat de ruimte een aaneengesloten geheel is. En de ruimte ook een soort vrijheid geeft, want je kan namelijk overal heen in de ruimte. Nou ja, de tijd daarentegen is slechts eendimensionaal. Dat is de dimensie van het tegelijk of na elkaar zijn. En je kan niet overal heen in de tijd. Hè. Je kan niet zo gezegd, ik ga nu eens even een bezoekje brengen aan de middeleeuwen of zoiets. De tijdmachine is nog steeds niet uitgevonden. Dus dat is een fundamenteel verschil tussen ruimte en tijd. Oké. Met andere woorden, die oorspronkelijke dimensies zoals ruimte-tijd, die zijn als het ware meer dan alleen de kwantificeerbare aspect ervan. Ze zijn dus meer dan alleen het getal wat we gebruiken om eigenschappen binnen die ruimte, of afstanden binnen die ruimte aan te geven. En ja, dat blijkt dus in de natuurkunde door het feit dat die getallen, dat daar een eenheid aan wordt toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld bij de snelheid. De snelheid is meter per seconde. Nou, daar zie je al aan dat in de snelheid zowel ruimte als tijd een rol spelen. Oké. Even kijken, waar zit in de tijd? De helft ongeveer. En je kan dus ook zeggen, die eenheid van het kwantitatieve onderscheidt ook het natuurkundige van het mathematische getal. Hè? Je ziet als het ware in het natuurkundige getal de verbinding met die verbinding met die oorspronkelijke dimensie. Je ziet dat het getal gekoppeld is aan een bepaalde dimensie. Oké. Goed, dat is eventjes ter inleiding. Het gaat mij dus hier, wat ik nu tot nu toe gezegd heb, gaat het dus om de gedachte dat de natuur als het ware opgebouwd wordt of opgespannen wordt door een stelsel van die oorspronkelijke dimensies en dat die oorspronkelijke dimensies niet zonder meer uit iets anders te begrijpen zijn en dus in die zin ook een soort van mysterie zijn in de zin dat we ze niet begrijpen waarom ze er zijn. We nemen ze als het ware aan, we nemen aan dat ze er zijn, we nemen ze als gegeven en binnen die gegevenheid gaan we dan natuurwetenschap bedrijven. Maar dat ze er überhaupt zijn, dat is op zichzelf niet evident en bovendien ook eigenlijk niet te begrijpen. En ja, dat is eigenlijk een aspect van
de stelling die ik in het begin zei, dat de natuurwetenschap weliswaar waarheid bereikt, maar niet alles alomvattend is, dat ze niet alles kan begrijpen. En dat brengt ons dus bij het begrip van het bestaansmysterie. En wat bedoel ik daarmee? Nou, het bestaansmysterie is, ja, je zou kunnen zeggen, dat is een fundamentele notie van het begrip van aardse mystiek wat ik ontwikkel. Het bestaansmysterie is dat de kosmos bestaat, of dat er überhaupt iets bestaat, namelijk die natuur opgespannen door ruimte, tijd enzovoort. Dat er überhaupt iets bestaat. En je kan zeggen, ja, hoe de wereld is, hè, hoe de wereld is te verklaren uit wetenschappelijke theorieën over die wereld. Maar dat de wereld is, niet. Een gedachte die we bijvoorbeeld vinden bij de vroege Wittgenstein in de Tractatus Logico Philosophicus in het begin van de 20e eeuw. Die heeft ook een dergelijke gedachte die zegt van ja, de natuurwetenschap kan alles begrijpen of in ieder geval alles beschrijven wat binnen de werkelijkheid gebeurt. Maar kan niet begrijpen waarom die werkelijkheid er überhaupt is. En dat is wat hij ook noemt het mystieke. Dit is het mystieke wat zich toont en wat tegelijk ook in zekere zin onuitsprekelijk is. En u zult misschien zeggen, ja, het zijn allemaal filosofen die dat zeggen. Nou, er is ook een beroemde natuurkundige die dat zegt, namelijk, althans die iets dergelijks zegt. Stephen Hawking, ik weet niet of u het boekje van hem kent, A Brief History of Time. Daar schrijft hij de volgende zinnen. Even if there is only one possible unified theory, it is just a set of rules and equations. What is it that breathes fire into the equations and makes a universe for them to describe? The usual approach of science of constructing a mathematical model cannot answer the questions of why there should be a universe for the model to describe. Why does the universe go to all the bother of existing? Ja, een hoop gedoe, dat hele bestaan van het kosmos. Ja. Je zou zeggen, ja, je hebt genoeg aan die wiskundige vergelijkingen, bij wijze van spreken. Hè, dat mathematische model, waarom moet dat ook nog een hele kosmos erbij zijn? En ja, die vraag die Hawking hier opwerpt, dan kan je zeggen, ja, dat is een goede vraag. Hij verder die vraag niet, gaat hij verder niet op in, hij stelt hem alleen maar. Maar dat is een goede vraag, want ja, je kan zeggen van ja, oké, we hebben een model van hoe het universum werkt. Maar goed, waarom zou er überhaupt een universum zijn wat volgens dat model werkt? Hè? Dat is een goede vraag. En ik zou zeggen, ja, dat is een vraag waarin hij eventjes aan dat bestaansmysterie raakt, wat mij betreft. En want het model geeft als het ware geen antwoord op de vraag waarom er iets is dat het model kan beschrijven. En in die zin kan je dus zeggen, ja, dan is de kosmos of de natuur dus zelf het ultieme mysterie. En je kan zeggen, ja, dat mysterie dat is als het ware in de Europese cultuur is dat heel lang ondergesneeuwd geweest door het feit dat we natuurlijk een christelijke theologie hadden. Hè? Dus we hadden een idee dat er een God was die de hele werkelijkheid heeft geschapen. Hè? Dus in de middeleeuwse filosofie was de natuur het zogenaamde ens creatum, het geschapen zijnde. En ja, dan hoef je dus ook niet af te vragen waar die kosmos vandaan komt, want ja, die is gewoon door God geschapen. En God lost als het ware alle problemen op. En dan heb je natuurlijk nog wel het probleem van de vraag van, ja, waar komt God dan vandaan? Dat is natuurlijk de vraag die elk kind stelt aan zijn vader, aan zijn moeder. Ja, u zegt wel dat God de wereld geschapen heeft, maar waar komt God dan vandaan? Ja, dan zegt de meeste ouders hebben daar natuurlijk geen antwoord op, die vraag. Maar goed, in de filosofie wordt die vraag beantwoord door te zeggen dat God een zogenaamde causa sui is. Dat wil zeggen een oorzaak van zichzelf. Dat wil zeggen, God heeft geen oorzaak nodig. Dat is een heel bijzonder iets, God, hè, een bijzonder zijnde. Dat verschilt van alle andere zijden. Hè. Alle andere zijden in de wereld die hebben een oorzaak en voorwaarden waarom ze bestaan. Maar God, voor God geldt dat niet. Hè. God heeft geen voorwaarden en geen oorzaak nodig. En hij is dus zijn zelfs oorzaak of is gegrond in zichzelf. En uit die God komt dan de hele kosmos voort. Maar goed, de christelijke theologie of de christelijke metafysica die is sinds enige tijd in onbruik, min of meer. Nou, niet bij iedereen, maar bij veel mensen wel in ieder geval. En ja, dan is dus de vraag, oké, dan moeten we dus de oorsprong van de werkelijkheid op een andere manier begrijpen. Maar ja, dan is het de vraag, hoe dan? Nou ja, de gedachte is natuurlijk dat dat binnen de kosmologie lukt. Maar
zoals gezegd, volgens een bepaalde argumentatie die ik hier niet ga geven, is dat volgens mij onjuist. Oké. Goed. Dit is eventjes een inleiding, een soort filosofische inleiding in wat de weg naar die aardse mystiek ongeveer behelst. En ik zal nu iets meer zeggen over die aardse mystiek zelf. Wat is aardse mystiek? Nou ja, je kan zeggen, het is een vorm van religiositeit zonder God of een andere wereld buiten deze kosmos. Dus het zoekt niet naar iets buiten de kosmos, het blijft binnen de kosmos. Dus het is in die zin immanent, zoals dat dan heet in filosofie. En die aardse mystiek is natuurlijk is niet zozeer een filosofie, maar is meer een vorm van ervaren. En die ervaring die richt zich als het ware op het bestaan in het hier en nu en in de natuur. En de mystiek natuurlijk zelf als begrip is natuurlijk al ouder dan deze eeuw of zoiets. Dat is, we hebben natuurlijk in de christelijke traditie ook een mystiek, de zogenaamde christelijke mystiek. En de christelijke mystiek, waar gaat dat om? Nou, dat gaat om de eenwording van de menselijke ziel met God. Nou, daar is in de aardse mystiek dus geen sprake van. Hè? Er is geen ervaring van eenwording met God. Er is ook niet in de aardse mystiek een of ander heilige schrift of een textuele openbaring. Hè? Dat is er ook niet. En er is ook geen gerichtheid op de eeuwige, op het eeuwige of het transcendente. Dus dat zijn al drie belangrijke verschillen met de gelovige of de godsdienstige mystiek. Wat is het dan wel? Nou ja, het heeft aandacht voor het aardse bestaan en het streeft als het ware naar een ervaring van eenheid met de natuur of de kosmos. En er is dus aandacht voor de natuur en de kosmos. Het is ook een existentiële filosofie, dat wil zeggen, het gaat ook over fundamentele menselijke bepaaldheden, zoals bijvoorbeeld de eindigheid van het aardse bestaan. En er is ook veel aandacht voor de zintuigelijke waarneming. Dus de waarneming speelt eigenlijk ook een belangrijke rol in de aardse mystiek. De waarneming is in de Europese traditie een beetje een ondergeschoven kind. Het gaat vooral om het denken en om de ideeën enzovoort. En de waarneming is altijd een beetje werd altijd een beetje genegeerd of geminacht. Maar in de aardse mystiek is dat juist niet zo. Dan speelt de zintuigelijke waarneming juist een belangrijke rol. Waarom? Omdat daarin de werkelijkheid, de natuurlijke werkelijkheid, zich toont. Je kan zeggen, de natuur is datgene wat zich toont aan de waarneming. En het gaat ook om aandacht voor meer ethische of existentiële problemen. Dus authenticiteit, moraliteit, levenskunst. Dat zijn als het ware daarmee samenhangende thema's. En ja, wat zijn dan ervaringen die aardse mystiek of aardsmystisch zouden kunnen worden genoemd? Nou ja, bijvoorbeeld ervaringen als verwondering, ervaringen als eenheid met de natuur, extase, een vorm van extase van omtrent het bestaan, het feit dat je bestaat. Maar het zijn niet alleen maar per se positieve ervaringen, want het kunnen ook, ik onder aardse mystiek versta ik in zekere zin ook bepaald soort van negatieve ervaringen. Namelijk bijvoorbeeld angst of vertwijfeling, maar dat zijn dan wel speciale vormen daarvan. Namelijk vormen die betrekking hebben op het bestaan als geheel. Niet zozeer betrekking hebben op specifieke gebeurtenissen daarbinnen. Oké. En wat zijn dan meer kenmerken van die ervaring? Nou ja, ze hebben dus een zekere globaliteit. Dat wil zeggen, ze hebben betrekking op het geheel van de werkelijkheid om je heen. Het gaat niet over één specifieke dingetje waar je toevallig dan dat moment mee bezig bent. Hoewel het daar wel uit kan groeien. Maar het heeft een zekere globaliteit. Dus het gaat over een totaal ervaring, kan je zeggen. En de ervaring toont ook het niet vanzelfsprekende en raadselachtige van de wereld. En dus ook van die oorspronkelijke dimensies die ik net besprak. En de openbaring of die ervaring is ook existentieel in de zin dat het eigen bestaan als het ware ook in het spel wordt gebracht. Dus je wordt als het ware in die ervaring opgenomen, jou als individueel bestaan. Oké. We hebben nog 10 minuutjes, dus dan kan ik nog even
En ja, die ervaring, dat is natuurlijk wat anders dan de filosofie. Je kan zeggen, de aardse mystiek is dus niet zozeer een filosofie, maar is meer een ervaring. Alleen de filosofie die probeert als het ware iets zinnigs te zeggen over die ervaring. Dus de mystieke filosofie die bedt als het ware die ervaring in de kaders van filosofie en wetenschap, maar is natuurlijk niet zelf een mystieke ervaring. Waarom niet? Ja, omdat filosofie natuurlijk begripsmatig is. Hè? En de begripsmatigheid van de filosofie is niet erg geschikt om dergelijke ervaringen te beschrijven, omdat die ervaringen altijd concreet en particulier zijn. En daarom kan je zeggen van ja, maar wat zijn dat dan voor ervaringen als je ze niet in de filosofie kan beschrijven? Nou ja, het zijn ervaringen die u misschien kent, maar misschien ook niet. Maar de filosofie heeft wel een soort bron waar ze te raden kan gaan. Namelijk beschrijvingen van dat soort ervaringen die mensen hebben gehad. Dus je probeert als het ware in de filosofie probeert te reflecteren op bepaalde ervaringen die pre-theoretisch zijn. Hè? Ze zijn natuurlijk niet theoretisch. En de aard van die ervaringen en de inhoud van die ervaringen, die zijn ook niet al vastgelegd. Hè? Die ontstaan als het ware in de speelruimten en in de vrijheidsgraden van de menselijke ervaringswereld. Maar er zijn wel getuigenissen van die ervaring. En voor die getuigenissen kunnen we onder andere te raden gaan bij de poëzie. Dus ik wil deze voordracht afsluiten met een aantal gedichten, of tweetal gedichten, of misschien drie als we tijd hebben, waarin wat mij betreft die ervaring aan de orde is. En je zou kunnen zeggen, zo'n gedicht is als het ware een kristallisatie van die mystieke ervaring. Dus een hele beknopte weergave van zo'n ervaring. En omdat die ervaring natuurlijk concreet is, verwijst die dus ook naar concrete zintuigelijke aspecten of dingen. Wacht even, dan moet ik even hier overslaan. Ja, dit is het eerste gedicht. Ik zal het even voorlezen. U mag ook raden van wie het is natuurlijk. Het is een hele bekende dichter. Melope, onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moede de maan. Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee. Langs het hoogriet, langs de laagwei, schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee, de kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee? Weet iemand van wie dit gedicht is? Bijna goed. Het is Paul van Ostaaien. Ja. En waarom is dit een, wat mij betreft, een gedicht dat gaat over een aardse mystieke ervaring? Nou, omdat het heel erg gaat over de relaties. Het gaat over de dragende dimensies van het gebeuren. Hè? Dus we hebben de maan, de rivier, de kano, de zee en de man. Die worden als het ware samengebracht in een groot verband. Hè? Er is verticaliteit, hè? De maan boven, de rivier onder. En ook horizontaliteit, hè? De kano gaat naar de zee. De hemel en aarde zijn beide aanwezig. De kano volgt de rivier naar de zee onder het licht van de maan. Er is ook een soort rust, hè, omdat de man en de kano gedwee zijn. Hè, ze verzetten zich niet tegen het natuurlijkste proces van alle, dat de rivier door de zwaartekracht naar de lager gelegen zee stroomt. En de kano in de rivier dus ook. En dat de maan meereist. Dus het is een samenvallen. Hierin wordt een samenvallen beschreven met het gebeuren en het wordingsproces van de natuur zelf. Het is als het ware een opgaan in het gebeuren van de natuur zelf. En wat hier aan de orde is, is wat ik dan in mijn boek noem de innigheid in haar uiterste ontplooiing. Dus een vereenzelviging van de dichter als het ware met het natuurproces. En dat natuurproces wordt zich als het ware bewust van zichzelf. Dan nog eentje. Ja, die wel. Ja. Visser van Maguan. Onder wolken vogels varen, onder golven vliegen vissen, maar daartussen rust de visser. Golven worden hoge wolken, wolken worden hoge golven, maar intussen rust de visser. Ja, hier een... Inderdaad van Lucebert.
geschreven in de jaren 50, denk ik, het gedicht. Prachtige harmonie tussen beweging en rust, verandering en duurzaamheid. De visser is als het ware een soort contemplatieve, in een soort contemplatieve staat met de natuurlijke omgeving. En die laat als het ware die veranderlijkheid van die natuurlijke omgeving aanwezig zijn. En terwijl die zelf in een soort rust is van het contemplatieve bewustzijn. Oké. Nou, nog eentje dan. Klankkleur. Ja, dus ik heb net gesproken over ruimte en tijd als oorspronkelijke dimensies en bewustzijn als oorspronkelijke dimensies. Ik zou er ook bijvoorbeeld de wereld van klank en kleur aan willen toevoegen. Want ja, zoals u natuurlijk weet, is het zo dat de klank en de kleur, die worden binnen de natuurkunde natuurlijk op een bepaalde manier behandeld. Hè. De kleur wordt gezien als elektromagnetische straling met een bepaalde golflengte. En de klank eigenlijk ook. Hè. Dat zijn dan geen elektromagnetische straling, maar luchttrillingen met bepaalde golflengtes. En je kan zeggen, ja, natuurlijk is er een nauwe associatie tussen die twee. Hè, tussen die golfbewegingen en die frequenties daarvan enerzijds en de klank en de kleur anderzijds. Maar tegelijkertijd zijn klank en kleur natuurlijk ook iets wat we eigenlijk niet kunnen begrijpen, in zekere zin, uit die golven. Hè. Want ja, er is niks roods aan een elektromagnetische straling van 700 nanometer. Hè. Het rood ontstaat pas als wij die golflengte waarnemen of ervaren. Dan ontstaat de kleur rood. Maar die kleur rood die is weliswaar dus gecorreleerd met die straling, maar is niet hetzelfde. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar in ieder geval, klank en kleur zijn wat mij betreft ook een soort van oorspronkelijke dimensie van de wereld. En in het volgende gedicht zijn die beide aanwezig. Vogels. Wiekelwakke vlindervleugels, grijs of terracotta kleurig, hemelsblauw of bleek als schelpen, fladderen om bloemenkelken. Naast een glad en zwart stuk marmer, rusten door de zon verwarmde kopergroene hagedissen. En soms ziet men een adder glippen, fraai maar kwalijk om zijn beten. Zigzag gaan zijn strepen, het sieraad dat de bomen dragen, zijn hun ambergele blaren en te midden van dit lover zitten geelgeveerde vogels, laten hier hun klanken dwalen, turelurend dromend samen. Oké, dank voor uw aandacht. En ik wil u graag nu nog de gelegenheid geven om vragen te stellen. Dan kom ik even langs met de microfoon, want het wordt opgenomen. Is er een vraag? Is alles duidelijk? Dat kan toch niet, hè? Nee. Oh, één. Toen ik zou luisteren, schoot me te binnen dat de aardse mystiek, ik weet niet of je het daar met me eens bent, dat het vrij subjectief ook is, hè? Gebaseerd op de ervaring van een individu ook misschien. Klopt dat volgens u en is dat een probleem? Of juist niet? Dat zijn twee mooie vragen. De eerste vraag, is het subjectief? Ja en nee. En natuurlijk gaat het in de aardse mystiek om ervaringen. Hè, dus die zijn natuurlijk per definitie subjectief, want het subject ervaart. Het doet ervaringen op van de wereld en van zichzelf. Maar die ervaringen die zijn niet subjectief in de zin dat het alleen maar gaat om iets wat in hem aanwezig is. Hè. Want ja, als wij inderdaad de ruimte of de tijd ervaren, dan kan je zeggen, ja, ruimte en tijd zijn natuurlijk niet puur subjectief. En in het begin van mijn verhaal heb ik gezegd, ja, we kunnen aan de bestaan van de werkelijkheid, kunnen wij, wat ik dan noem, oorspronkelijke dimensies onderscheiden, zoals ruimte en tijd. En ruimte en tijd, die zijn niet subjectief. Dat zijn, als het ware, de dimensies van de natuur zelf, zonder dat we precies weten waar die dimensies vandaan komen of waar ze in gefundeerd zijn. En daarmee zijn ze dus ook mysterieus, zijn ze voor mij een mysterie. En op het moment dat je dus een ervaring hebt van die ruimte en tijd in de zin van aardse mystiek, dan is die ervaring weliswaar subjectief, maar het is wel van een soort van objectief mysterie. Dus het is zowel subjectief als objectief. En u vraagt ook of het erg is. Nou,
Het lijkt mij niet dat subjectieve ervaringen erg zijn, want dan zouden we de hele tijd vreselijk lijden de hele dag door. Dus. Ja. Nou ja, ik probeer het dus enigszins voelbaar te maken door bijvoorbeeld die poëzie te introduceren. Dus er zijn als het ware mensen die dat soort ervaringen hebben en die proberen dat vast te leggen, in, bijvoorbeeld in gedichten, maar het kan ook in schilderijen of in muziek of weet ik veel. Hè, maar, dus die proberen dat als het ware vast te leggen en ja, met die vastlegging kan je bij de lezer misschien ook deels die ervaring oproepen. Dus in die zin is het dan niet, is het in ieder geval wel tot op zekere hoogte in ieder geval overdraagbaar. Ja. Nog een vraag. Achter. Ah. Ja, bedankt voor uw lezing. Wat ik nog afvroeg is, wat is precies het doel van de aardse mystiek? Is het, u zei dat u door de filosofie heeft u leren leven, maar is de aardse mystiek puur om intens te leven of het leven op aarde wat draaglijker te maken? Omdat het niet op oneindigheid is gericht, maar puur op het leven? Ja. Nou, ten eerste weet ik niet zo zeker of het überhaupt al een doel heeft. Ik denk dat, dat die ervaringen je als het ware overvallen. Hè, dus dan is het niet zo dat je denkt van nou, die ervaring heeft dit doel. Maar het is, wat je zei klopt wel in die zin dat het een bepaalde intensivering van het bestaan geeft, zou ik zeggen. Dus het gaat eigenlijk om een ervaring van het bestaan, waardoor je als het ware beter beseft of intenser beseft dat je leeft en dat het eigenlijk heel bijzonder is dat je leeft. Ja, en dat die ervaringen je overkomen, moet je dan kan je het ook opzoeken? Moet je er open voor staan? Ja, dat wel. Ik denk dat je, enerzijds kan je het niet afdwingen. Je kan niet zeggen van ik ga nu eens even zo'n ervaring hebben. Het is niet in die zin manipuleerbaar. Maar ik denk wel dat je er bepaalde voorwaarden voor kunt scheppen. Dat wil zeggen, je kan als het ware omstandigheden creëren waarin dat makkelijker gebeurt. Het heeft ook veel te maken met een soort van ontvankelijkheid. Dus dat je niet, je moet als het ware een beetje leeg zijn, een beetje lege geest hebben. Je moet niet de hele tijd bezig zijn met allerlei praktische problemen in je hoofd of zoiets. Hè? Want dan is de kans dat je het zult ervaren, denk klein. Maar als je een soort onbevangenheid en een soort leegheid ervaart, dan sta je daar meer voor open, denk ik. Dus ook de rust op zoek in de natuur? Bijvoorbeeld, ja. Kan. Okay. Ja, zeker. Bedankt. Waarom citeert u Stephen Hawking eigenlijk? Waarom? Nou, omdat Stephen Hawking uit onverdachte hoek komt. Nee, maar ik citeer hem omdat hij ook, in dat citaat in ieder geval, dat doet hij in veel van zijn overige werk niet, vind ik, maar oké. In dat citaat in ieder geval heeft hij een soort openheid voor dat soort vragen. Van waarom er überhaupt een werkelijkheid bestaat en wat inderdaad het verschil is tussen een mathematisch model en de werkelijkheid zelf enzovoort. Want ik veronderstel dat u waarschijnlijk ook wel andere mensen heeft kunnen vinden die u ook had kunnen citeren. Ja, natuurlijk, ja. Is er een soort van gemis over dit onderwerp in uw werkveld? Die vraag begrijp ik niet goed. Bij het citeren van deze persoon lijkt het alsof u dan gelijk stelt aan deze man. Nee, ik stel me niet gelijk aan deze man. Ik zeg alleen maar dat Stephen Hawking dat bestaansmysterie ook af en toe aanraakt. Dat is ja. Ik geef ook niet aan dat u zich gelijk stelt aan die man. Maar nee, dat helemaal niet zelfs. Maar is er een gemis in het, wat ik zo al net zei, over dit onderwerp, over het aardse mystiek? In het algemeen? In het algemeen, ja. Ja, ik zou zeggen van wel ja, want ik denk dat we in deze cultuur althans, dat er toch een soort levensbeschouwelijk vacuüm is. Hè? En dat is natuurlijk historisch verklaarbaar, namelijk vanuit de neergang van het christendom, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het christendom is natuurlijk eeuwenlang of 2000 jaar lang bijna een soort overheersend wereldbeeld geweest, een overheersende levensbeschouwing. En ja, dat is natuurlijk weggevallen voor een belangrijk deel. En ik denk dat daardoor wel een soort van levensbeschouwelijk vacuüm is ontstaan. En je kan zeggen, ja, hoe moeten we dat opvullen? Of kunnen we dat überhaupt opvullen? En ik zou zeggen, ja, natuurlijk moeten we zoeken naar wegen
om dat op te vullen. Maar dat moet natuurlijk wel op zo'n manier gebeuren dat het ook een... Ja, dat het ook in zekere zin filosofisch, logisch of wetenschappelijk verantwoord is. Hè? Want ja, we kunnen niet meer hebben dat een levensbeschouwing echt rechtstreeks in tegenspraak is met wetenschappelijke inzichten. En mijn gedachte is eigenlijk dat aardse mystiek op geen enkele manier in tegenspraak is met wetenschappelijke inzichten. Maar er als het ware een soort complementaire verhouding toe heeft. Maar dus dat lijkt mij in die zin lijkt mij dat belangrijk, omdat ja, we zijn niet alleen maar wetenschappelijk, we zijn ook levensbeschouwelijk. Hè? Dus we hebben ook een soort levensbeschouwelijke oriëntatie en ervaring nodig als mens, zou ik zeggen. Ja. Dankjewel. Okay. Kan het zijn, u noemt het nu aardse mystiek, maar er zijn al heel veel mensen in de geschiedenis geweest die iets als dit hebben geprobeerd te beschrijven. Zeker. Kan het niet zijn dat het een kwestie van woordkeuze is en volgorde van argumentatie? En dat iedereen er eigenlijk wel aan raakte, maar dat het gewoon niet in woorden te beschrijven is, omdat woorden... Ja, dat is enerzijds waar. Natuurlijk is het zo dat in de hele geschiedenis van de cultuur zijn dit soort ervaringen en dit soort gedachten al aanwezig. Alleen de formulering daarvan, dus de mystieke filosofie noem ik het maar even, die verschilt natuurlijk wel. Hè? Dus de mystieke filosofie van nu heeft een andere vorm dan die van 100 jaar of van 500 of van 1000 jaar geleden. En dat komt natuurlijk omdat de cultuur zelf ook veranderd is. Hè? Dus de opkomst van de natuurwetenschap heeft natuurlijk allerlei gevolgen gehad voor het wereldbeeld. En ja, die moet je als het ware verdisconteren in nieuwe vormen van mystieke filosofie als het ware. Dus stel dit wordt de ultieme waarheid de komende 100 jaar, dan kan het zomaar zijn dat over 100 jaar iemand zegt, ja die aardse mystiek dat was complete onzin. Alleen dan gaan ze hetzelfde beschrijven, alleen ja. In andere woorden. Ja, nou ik zou nooit zo snel zeggen dat het dan, ik zeg ook niet of, dat ja, van de christelijke mystiek dat complete onzin is. Ik zeg alleen, het is een bepaalde manier van ervaren en denken die past bij een fase in de cultuur. Hè? De woorden die gebruikt worden, de begrippen die gebruikt worden, de bronnen die gebruikt worden. En ook daar zit waarheid in, alleen die waarheid is als het ware verpakt in het vocabulaire van een bepaalde tijd. Ja, dus enerzijds heb je gelijk en anderzijds ook niet, zou ik maar zeggen. Het is waar, maar tegelijkertijd moet je het ook steeds weer aanpassen aan, ja, aan de stand van zaken op dit moment, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Nog iemand? Daar, ja. Bent u het eens dat de wetenschap of nou ja, de natuurwetenschappen steeds meer de rol van een soort verklarende instantie heeft overgenomen wat vroeger het christendom was? En zeker ja. In Nederland, omdat nou ja, het een beetje aan het afbroekelen is. Ja, zeker, dat is zeker zo. De natuurwetenschap is natuurlijk de verklarende instantie bij uitstek, zou ik zeggen. Dus de natuurwetenschap die is op dit moment meer dan ooit in staat om allerlei verschijnselen die wij in de natuur waarnemen te verklaren. Hè, met behulp van fundamentele theorieën, relativiteitstheorie, kwantumtheorie enzovoort. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom het christelijke wereldbeeld op zijn retour is geraakt. Hè. Qua wereldbeeld wordt het als het ware achterhaald door de natuurwetenschap. Maar ja, wat mij betreft is religie niet alleen maar een wereldbeeld, maar ook een vorm van ervaren enzovoort. Hè. Dus ja, je sleept door het feit dat het christendom als wereldbeeld verdween, sleept het als het ware een heleboel dingen ook met zich mee de afgrond in. En dat missen we nu in zekere zin. Ja, want bent u het eens dat het een soort van, want hoe ik het een beetje zie, ik doe dan zelf geneeskunde, is dat alles wordt een beetje, ja, de wetenschap wordt een soort van de nieuwe religie en dat... Ik ben het daar zelf niet echt mee eens. Ja, nee, ik zou zeggen dat wetenschap geen religie kan zijn. Ja, maar het zijn, neemt omdat... soort van de plek... soms neemt het de vorm aan van hoe mensen het soort van benaderen als een soort religie. Ja. Dat het als heilig wordt gezien. Ja, nou, dat zou mij te ver gaan. Ik zou natuurwetenschap geen religie willen noemen, omdat religie, bepaalde kenmerken heeft die de natuurwetenschap niet heeft. Nou, wat ik in het begin al zei, religie neemt betrekking op... Het menselijk bestaan als de zin en de waarde en de bestemming van het menselijk bestaan. Ik denk dat de natuurwetenschap dat veel minder doet. De natuurwetenschap is natuurlijk gericht op ja, verklaren van verschijnselen. En het is niet zo dat de natuurwetenschap erg betrokken is op de menselijke existentie, om het zo even uit te drukken. En dat is de religie wel, denk ik. Dus je kan zeggen, zodra de religie verdwijnt en de natuurwetenschap daarvoor in de plaats komt,
natuurwetenschap geeft ons natuurlijk ook een heleboel. Maar er zijn bepaalde aspecten die het zeg maar, ook weggenomen heeft, die wel in het religieus aanwezig zijn. Dus ik denk niet dat natuurwetenschap je die puur als een religie zou moeten zien. Nee. Laatste vraag, want dan moeten we eruit. Jij wil ook nog? Ja, bedankt voor de presentatie. Ik heb nog een vraag over die ervaringen of de mystiek nodig is. Bijvoorbeeld bij het voorlezen van het gedicht kan ik me voorstellen dat dat raakt aan een mystieke ervaring. Dat gedicht over de maan of het leven en de natuur. Ja. Maar is het, als ik dat probeer te verklaren, van dat gevoel bij mij of bij andere mensen komt vanuit bijvoorbeeld een evolutionair oogpunt of psychologisch oogpunt, doe ik daarmee af aan het verschijnsel? Want voor mij persoonlijk is dat voldoende om het te omschrijven. U vraagt nu naar de verklaring van de ervaring, begrijp ik? Of? Ja, dus als ik de ervaring verklaar, of in elk geval zo ver mogelijk probeer te verklaren met wat we nu weten aan geschiedenis en evolutie, ja. Is dat dan een probleem? Of? Nou, voor mij is dat geen probleem. Ik denk alleen dat... Kijk, filosofisch gezien is het zo dat een verklaring voor een bepaalde ervaring op zichzelf niks zegt over de waarde van die ervaring of de waarheid van die ervaring. Ik zie jou daar zitten in die stoel. Dan kan je misschien best een biochemische verklaring geven voor het feit dat ik jou daar zie zitten. Maar dat neemt de waarheid van het feit dat jij daar zit niet weg natuurlijk. Dus de verklaring is als het ware niet een... Is geen aanleiding om te denken dat datgene wat je dan ervaart per se onwaar of alleen maar een illusie is of zoiets. Dat is één aspect. Het tweede aspect is, ik denk dat er ook aspecten zijn van de natuur, zoals ik in het begin heb proberen aan te geven, die volgens mij niet verklaard kunnen worden uit de natuurwetenschap. Dat zou je het objectieve aspect van die aardse mystiek kunnen noemen. Dus er zijn ook zaken die niet door de natuurwetenschap kunnen worden verklaard. En daar neem je ook als levensbeschouwelijk ingesteld mens betrekking op. Dat zijn als het ware de vooronderstellingen van natuurwetenschap, zoals ruimte, tijd enzovoort. Wat ik net heb proberen uit te voeren. Laatste vraag. Laatste vraag. En dan ben ik weer. Ja. Weer over die natuurlijke ervaring. U zegt dat binnen de aardse mystiek dat die puur door de natuur komt. Maar het zou net zo goed ook een goddelijke ervaring kunnen zijn, maar het is hoe je het noemt. Maar door het een natuurlijke ervaring te noemen, komt het mij over dat je eigenlijk het godsdienst past binnen de wetenschap. Omdat er in de wetenschap niet van God wordt uitgegaan. Maar toch zoek je de mystieke waarde en dan maak je aardse mystiek van. Maar misschien, u zegt dat christendom helemaal naar beneden is gehaald en dat je wel bepaalde waarden uit overeind moet houden. Ja. Maar misschien is dat er een God bestaat, kan ook overeind worden gehouden. Ja, maar daar ga ik niet van uit. Het is inderdaad mogelijk, en dat gebeurt ook, met name in de Anglo-Saxische godsdienstfilosofie op dit moment, zijn er een aantal belangrijke denkers die inderdaad die christelijke leer willen verdedigen tegen allerlei aanvallen van buitenaf, zou ik maar zeggen. Ja. Die dus inderdaad proberen om dat Gods idee weer te redden of weer te genezen, te reanimeren, ja, dat is het woord zocht ik, om het woord God weer te reanimeren. Maar dat zou niet mijn keuze zijn vooralsnog. Ik zou zeggen van, ik denk dat het woord God te beladen is met het verleden. En dat het ook te, als je gaat nadenken over de betekenis ervan, wat bedoelen we eigenlijk met dat woord, dat je dan al gauw komt in een soort van transcendente werkelijkheid, waarvan ik denk dat we daar op zich nog onvoldoende reden hebben om te aan te nemen dat die er is. Dus ik hou mij het liefst aan het hier en nu in die zin. Ja, ja. Maar hoe het door mij overkomt is dat die aardmystiek perfect past op het wetenschappelijke beeld van de wereld. Ja. Nou ja, in ieder geval het is er niet meer in tegenspraak in ieder geval. Nee, maar het lijkt alsof hij daarvoor gemaakt is, terwijl de wetenschappelijke wereld ook op allerlei aannames bestaat. Ja, zeker. Okay. Ja, dat is waar. Maar kijk, natuurlijk is het wel zo dat we moeten erkennen, en dat zou ik ook ruimhartig willen erkennen, is dat de natuurwetenschap natuurlijk een heleboel kennis over de werkelijkheid heeft gegeven de afgelopen eeuwen. En dat kunnen we niet omheen, dat zo is. Daar wil ik ook helemaal niet omheen. Dus de wetenschap is als het ware, heeft een ongelooflijk succes gehad in de verklaring van een heleboel verschijnselen. Dus dat is een significant feit waar we niet omheen kunnen en willen. Oké.
Dus voor zover er dan sprake is voor een religiositeit, is dat in ieder geval een religiositeit die rekening moet houden met wat de natuurwetenschap aan kennis heeft opgeleverd, zou ik zeggen. Ja. Dit was het weer voor vandaag. Arnold, bedankt voor je verhaal. Ja. Jullie voor het komen. Aanstaande dinsdag zijn we er weer. Niet hier, dan zijn we tussenmiddag in de aula, collegezaal A, met een broodje politiek. Samen met Judith Neuring, zij is journalist, woont in Irak. En heeft heel veel vrouwen in het kalifaat gesproken over hun positie. Ik hoop jullie daar te zien.